Ja, misschien even wat anekdotisch beginnend. Ik had ooit een debat met, althans debat en discussie, toen ik nog minister was. Het was in 2009 of 10, geloof ik, met Alex Brenninkmeijer, die gekeken had naar de inspectie, maar naar het rapport kwam. En die inderdaad stelde van, je hebt niet alleen recht op gezondheidszorg, maar je hebt ook recht op gezondheid. Dat ging me wel helemaal ver, gegeven het feit dat je dat gewoon als overheid natuurlijk nooit kunt garanderen. Ja. Je kunt wel proberen, het is een sociaal grondrecht, als overheid een randvoorwaarde te creëren, zodat de toegankelijkheid van de zorg gewaarborgd is. En ik vind dat wel een heel belangrijke taak van de overheid. Dat is een elementaire voorwaarde om te kunnen leven, voor zover dat je vergund is uiteraard. En dan zit je al heel snel bij vervolgvragen. Hè. Wat moet je dan garanderen als overheid en in welke zin? Een basispakket en de financiële randvoorwaarden daar rondomheen. Nou ja, dat hele debat wat in moderne staten, denk ik, overal gevoerd wordt. Daar zou ik eerlijk gezegd niet terug willen naar de situatie waarin de Caritas en de kerken en de vrijwilligerswerk dan wel, whatever, als het ware mij en iedereen in dit land daar als het ware van zou moeten verzekeren. De keerzijde is natuurlijk wel dat op het moment dat de overheid zich mee gaat bemoeien, al heel snel de conclusie getrokken wordt, het zijn publieke middelen, dus kan ik alles definiëren. En ga ik ook over het aanbod. En dat laatste, en dat is wat typisch altijd voor de christendemocratie geweest, dat je ruimte geeft en creëert en behoudt voor de private initiatief. Maar ja, dat is natuurlijk voor een groot deel ook weer wel geërodeerd vanwege schaalvergrotingen, professionalisering en dergelijke. Maar die balans probeer je toch altijd wel in de gaten te houden. Ja. Ja, maar om op dat punt terug te komen, zeg, nou ja, eigenlijk een moderne staat die moet eigenlijk toch een minimale gezondheidszorg garanderen. Gezondheid is iets te veel van het goede wellicht, maar gezondheidszorg. Nou, dat kun je dan vervolgens definiëren als een recht. Nou kampen we denk ik met twee problemen. Meerdere, maar deze twee wil ik expliciet benoemen. In de eerste plaats natuurlijk de betaalbaarheid. Mm-hmm. Dus een staat kan heel veel garanderen, maar ze moeten het uiteindelijk nog wel kunnen betalen. Ja. Dat zie je natuurlijk op dit moment in Zuid-Europa. En het tweede, toch de vraag ook naar precies die verhouding naar de collectieve verplichting versus individuele verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En ik denk dat daar in ieder geval een hele urgente vraag ligt ook. Ja, kijk, betaalbaarheid van de zorg is ook in de meer welvarende staten, van Zweden tot en met Nederland, tot de VS en het Verenigd Koninkrijk, is überhaupt een groot probleem. En dat hangt voor een deel wel samen, naar mijn beleving, met het idee dat een recht op zorg ook betekent dat degene die de zorg verschaft, en degene die de ziekenhuizen, de artsen, de medisch specialisten en dergelijke, ook via hun interventies heel ver kunnen gaan in het garanderen van gezondheid. En daar zit toch wel een grote mate van overschatting ook in. Van de diagnostiek en van de behandelingen en van wat artsen überhaupt kunnen bieden. Maar garanderen dan, als ik het goed begrijp, zeg je, dat is de suggestie van, laten we zeggen, effectiviteit. Nou ja, om gelijk maar een beetje scherp ook voor debat te stellen. Ja. Kijk, de meeste mensen, en waaronder ik zelf, denken toch in de regel van bij diagnostiek, je moet er zo vroeg mogelijk bij zijn. Ja. Want dan kun je in ieder geval direct daarna gaan behandelen. En behandelingen zijn in de regel gewoon effectief, terwijl het echt niet meer gaat. Ja. Maar als je kijkt naar wat de zorg te bieden heeft, ook aan onzekerheden rondom diagnostiek en behandelingen, dat is echt enorm. Maar 50% van het totale aanbod van de zorg is daadwerkelijk bewezen. Dat wil niet zeggen dat die andere 50% onzinnig is, maar het is niet bewezen dat het echt helpt. Er moet veel onderzoek naar plaatsvinden. Het is ook heel belangrijk om te pionieren. Mm. Maar er zit ook een downside aan, een keerzijde. Bij diagnostiek kunnen we veel meer. We zien ook veel meer. Maar de voorspellende waarde van wat we zien is gigantisch gedaald. Om een voorbeeld te noemen van longkanker. We weten dat degene die rookt heeft 17 keer meer kans op een fatale longkanker dan degene die niet rookt. Maar als je een CT-scan neemt bij mensen die niet roken en roken, vind je ongeveer dezelfde verhoudingsgetallen. Maar de voorspelbaarheid van degene die niet rookt, daarvan weet je dat. Je bedoelt dat is op basis van die foto's? Kan je niet voorspellen bij wie het fataal is of bij wie het niet fataal is. Om één prostaatkanker een fatale te vermijden, zijn ongeveer 1400 diagnoses nodig. Er worden 40 mensen geopereerd. Terwijl één persoon daarmee gered wordt. En er zit altijd een enorme downside aan diagnostiek en aan behandeling. Want bij diagnostiek worden mensen. Dat is eigenlijk overdiagnostiek. Nou ja, voor een deel wel. Het is niet voor niks dat de goede specialisten ook in de regel zeggen, begin niet aan die total body scans. Want je vindt altijd wat. Ja. Het is niet voor niks dat een cardioloog onlangs hier in Amsterdam en debatje bij het CVZ zei van het menselijk lichaam is voor mij een onuitputtelijke bron van inkomsten. Ik kan altijd wat vinden. Ja.
En dus die verwachtingen rondom diagnostiek en behandelingen, je moet er zo vroeg mogelijk bij zijn. En als je er vroeg bij bent, dan is behandelen altijd zinvol. Dat is gewoon niet waar. Je bent zelf een van de architecten geweest van een nieuw zorgstelsel. Waar, laten we zeggen, marktachtige impulsen zijn toegepast. Ja, je hoort inmiddels ook wel dat die natuurlijk ook leiden tot, laten we zeggen, de neiging bij bepaalde specialisten ziekenhuizen tot overdiagnostiek of overbehandeling. Ja. Dus hoe zie je het op systemisch niveau, zeg maar, dit... Excuus, ja, ik ben nog steeds van de overtuiging, en daar zal niemand me heel snel van afspreken, dat die hervormingen in 2006 gewoon hard nodig waren. Mm-hmm. We kennen een situatie van enorme wachtlijsten. En wachtlijsten zijn echt sociaal en op persoonlijk niveau invaliderend. Mm-hmm. Mensen die soms 6-7 maanden moesten wachten voordat een operatie plaatsvond in de jaren 90. Dat was echt een ramp eigenlijk. Maar de kosten zijn geëxplodeerd inmiddels, hè? De wachtlijsten zijn weggewerkt, ja. De prijzen zijn ook gedaald. Maar ondertussen, de kostendaling vanwege volumeontwikkeling en dergelijke hebben gewoon in die mate niet plaatsgevonden zoals we hoopten. Maar wat er wel, het inzicht in 2008 en 2009 groeide, is de manier waarop je betaalt, kan inderdaad wel van invloed zijn op die volumeontwikkeling. Op het moment dat je behandelingen en diagnostiek betaalt, maar je betaalt niet voor geen preventie, ja, dan krijg je ook meer behandeling, krijg je meer diagnostiek. Dus om die reden ben ik ook zelf toen begonnen, en dat moeten we echt met vaart doorzetten, het veranderen van bekostigingssysteem, zodat je voor kwaliteit gaat betalen en niet voor verrichtingen. En niet voor volume en niet voor contacten. Ik kreeg toevallig vandaag een artikel van iemand die ik echt bewonder en in die periode voor mij wel maatgevend was. Atul Gawande uit de VS. Die hebben onderzoek gedaan naar wat nou goed betaald is bij een ziekenhuis. En dat zijn gewoon operaties. Die betalen erg goed. En als je dat afzet tegen het spreken met mensen, om hen ook van de downside van operaties te... Dat wordt niet betaald of nauwelijks betaald. Ja, er zitten eigenlijk prikkels in om bepaalde handelingen uit te voeren. Ja. Ja. Maar diegene die zegt, we moeten daarom weer terug naar de budgetteringssystematiek, zou ik zeggen, begin er maar niet aan. Want één ding, budgetteren is even de kosten in de hand houden, en vervolgens is het gewoon de onbetaalde rekening naar de toekomst schuiven. Want die wachtlijsten ontstaan bijna per definitie. We zitten nu in ieder geval met het probleem dat door die technologie en door ook het vrijelijk aanspraak kunnen maken op bepaalde behandelingen, we wel zien dat die beheersbaarheid lastig is. Ik bedoel, Dat moeten we ook niet overdrijven. De curatieve zorg, en dan heb je dus over de ziekenhuiszorg, huisarts en dat soort dingen. Zie je dat Nederland, er wordt vaak gezegd, Nederland is het op 1 of 2 naar duurste land ter wereld. Hè. Dat heeft bij ons met name te maken met de langdurige zorg. Daarin zijn we een stuk duurder dan andere landen. In de curatieve zorg zijn we dat niet. Zitten we onder het OESO-gemiddelde nog. Dus je kunt ook niet zeggen dat geëxplodeerd is. Maar wat ik belangrijker vind nog dan de kosten, is het feit van, helpt diagnostiek? Ja. En helpt een operatie een patiënt? En als je daar kunt zeggen, ja, we betalen ook nog voor die dingen die niet helpen. Ja, zou ik zeggen, laten we daar nog wel beginnen om, als dan toch omgebogen moet worden, om de zorg zinnig en gepast te maken in plaats van soms ook onzinnig en te ruim. Hoe zit dat met het thema wat Govert Buijs inbracht, waar het gaat om de verantwoordelijkheid met betrekking tot op wiens schouders je de lasten die daarmee gepaard gaan eigenlijk afwentelt. Hè? Dus dat kan bij in het geval van de curatieve zorg is dat misschien maar waar we het hebben, zeker over langdurige processen, wordt die vraag natuurlijk wel urgenter. Dus waar begint dat recht en waar houdt het op? Ja, dat is een niet heel eenvoudige vraag. En hoe gaan we daarmee om? Want het is iets wat techniek zal alleen maar meer mogelijk maken. Ja. Nou ja, ik geef maar een paar dingen aan die in de afweging betrokken moeten worden. Ik heb natuurlijk ook de steen der wijze niet. Ik was in de jaren 80, toen ik nog student was, lang geleden dus, nogal getroffen door het boek van Christopher Lash, Heaven in a Heartless World. En een van de hoofdstukken, dat sluit erg aan bij wat Govert zo even zei, was Doctors to a Sick Society. Mm. En het idee dat de professionalisering, met name van de opvoeding, dat het ertoe leidde dat mensen die ouders buitengewoon onzeker gemaakt werden over de manier waarop zij met hun kinderen omgingen. En dat die onzekerheid vervolgens weer een enorme markt aanboorde voor degenen die dan professional waren in termen van pedagogiek en psychologie enzovoort. En ik denk dat Lees daar een terecht thema aansneed. Dus dat professionalisering over zijn doel kan heen schieten, onzekerheid kan creëren. En daarmee creëert die onzekerheid vervolgens weer de markt die bediend wordt door de professionals. We willen kennelijk behandelen, terwijl we absoluut niet weten of het gaat werken. Dan kom je bij een punt wat mij na aan het hart gaat. We zouden de patiënt daar een veel grotere rol in moeten geven.
En er is heel veel onderzoek. Maar die patiënt die klampt zich vast aan de arts. Ja, maar tenzij die echt goed voorgelicht is. En dan is een patiënt in de regel betrekkelijk conservatief. Mm-hmm. Die laat niet zo snel aan zijn lichaam sleutelen als hij ook weet welke downside er aan al dan niet opereren of al dan niet de chemo en dergelijke zit. Tegelijkertijd is het ook wel een ingewikkeld proces. Want ik denk dat Anne Maité daar heel goed onderzoek naar gedaan heeft in Nederland. Over wat er nou precies gebeurt op het moment dat iemand te maken krijgt, in dit geval met kanker. Natuurlijk is het zo, volstrekt menselijk, dat je hoopt en verwacht en dat die arts die voor jou zit ook een oplossing kan bieden. En al is er maar 1% hoop kan bieden om. Tegelijkertijd is een arts is het heel erg op het moment dat je, terwijl je die hoop op jou gericht ziet, om te zeggen, we kunnen niks meer doen. De meeste artsen zeggen dat overigens dan wel, maar we kunnen misschien nog wel het volgende, behandeling X of Y voor u. Ja. En wat je dan ziet is een proces waarin patiënten toch dat woord behandelen en iets doen, daar het toch in projecteren, er is nog hoop, er is levensverwachting. Ja. En voor een arts is dat heel moeilijk om dan te zeggen van, maar stel u er niet te veel bij voor, of dat gaat niet helpen om u enzovoort. Maar ik heb het zelf meegemaakt dat het ook in termen van kwaliteit van leven werd uitgelegd. Ja, maar voor artsen is het heel lastig, hè, maar tegelijkertijd bij kwaliteit van leven aanhakend, het bewustzijn bij specialisten die ik spreek, dat je ook echt misschien langduriger dan die ene keer en vaker en indringender moet spreken over het feit dat het doorbehandelen niet kan helpen of ook een enorme schaduwzijde kent, dat helpt wel. Tegelijkertijd blijkt uit alle cijfers dat de mensen die goed geïnformeerd zijn betrekkelijk conservatief kiezen. Mm-hmm. En dat de mensen die niet voor een agressieve en nogal indringende manier van behandelen kiezen, niet alleen kwalitatief beter leven, maar soms ook gewoon echt langer leven. Wat heet vaak langer leven. Je hebt het dilemma geschetst. Op het moment dat de verzekeraar ingrijpt, dan komt hij voor je het weet in het nieuws. En wordt hij afgeschilderd als een, om het Govert te spreken, ja, helemaal niet als een coöperatief verband van burgers die hun verzekeren, maar als geldwolven die juist proberen zo'n hoogst mogelijke winst te halen. De vraag is dan natuurlijk, als we het hebben hier over toezicht en preventie, die twee onderdelen, van wie moet dat uitgaan? Ja, dus natuurlijk de overheid heeft traditioneel natuurlijk die toezichthoudende rol. Tegelijkertijd zie je natuurlijk dat de overheid wat toezicht betreft natuurlijk steeds meer uit heeft besteed. Zou je niet moeten zeggen dat ook in dit soort gevallen eigenlijk de overheid een heel duidelijke... dus het is ook weer de vraag, wat kan de politiek doen? Dus neem ik daar eigenlijk ook maar. Zou de overheid niet een heel duidelijk leidende rol moeten hebben in het afbakenen van die grenzen? De risico's die net werden gepresenteerd. Maar neem even het voorbeeld van die verslavingszorg, hè, waar u op doelde, of de GGZ. Het is voor de overheid natuurlijk buitengewoon lastig om te zeggen, voor die categorie mensen die verslaafd zijn, zou eigenlijk eenzaamheidsbestrijding effectiever zijn dan dat je daar een bataljon met mensen opzet die... Ja, er is natuurlijk heel veel gediscussieerd over die GGZ, ook afgelopen jaren. Nou, dan zie je dat eigen risico omhoog gaat enzovoort. Hè. Maar ik vraag me af in hoeverre dat de goede weg is. Want dat betekent dat ook het eigen risico omhoog gaat voor diegenen die echt zorg nodig hebben. Ja, dus dat daarom, gaan mijden dus... en vervolgens wegzakken. Maar nu de actuele discussie rondom de langdurige zorg. Het is gewoon bekend dat mensen die eenzaam zijn, en 30% van de ouderen is eenzaam, dat die een veel hogere zorgconsumptie hebben dan anderen. Ja. Gaan veel vaker naar de huisarts, komen vaker bij de dokter. Is vaak de bron voor verslavingsproblematiek en dergelijke. Sterker nog, voor een verdieping van de GGZ-problematiek is eenzaamheid ook een belangrijk fenomeen. Jim van Os had onlangs een prachtige interview in Trouw, waarin hij ook zei, het begint misschien met een depressie. En dan gaan mensen zich terugtrekken op hun eigen domein, komen niet meer buiten. Vervolgens krijgen ze een angststoornis. En het verdiept zich nog verder, het feit dat je eenzaam wordt. En daarna komt er stemmen, schizofrenie. Dat zijn allemaal onderscheidingen die veel vloeiender in elkaar overlopen. En waar vaak een sociale problematiek ook achter zit. Dus het aanhaken bij die sociale problematiek in plaats van medicaliseren is denk ik buitengewoon belangrijk. Terug naar de discussie over de langdurige zorg. Ik denk, eerlijk gezegd, dat, en daar komt de overheid wel in beeld, met via de WMO en gemeentes, dat het inzetten op die eenzaamheidsbestrijding buitengewoon nuttig kan zijn om juist ook die medicalisering en de daarmee gemoeide kosten te gaan bestrijden. En daar denk ik dat de Rijksoverheid, gemeenten,
de verzekeraars en de zorgaanbieders echt een belangrijke gemeenschappelijke agenda kunnen ontwikkelen. Maar dan kom je misschien ook precies alweer op het punt wat Govert Buijs natuurlijk aanroerde, al in zijn column. Maar om de complexiteit van de zorg aan te geven, niet om alles te problematiseren, maar juist om de goede vragen en de goede punten op de agenda te zetten. Ik heb al een paar keer, ik ga het nu weer doen, dat is de laatste keer, die Atul Gawande genoemd. Die kan fabuleus goed schrijven trouwens. Zijn boekjes zijn echt waanzinnig mooi. Hij schrijft ook in New Yorker enzovoort. Maar die kwam met een van de artikelen heet The Hotspotters. En dat is in Camden, New Jersey. Hebben ze gewoon in de statistieken bekeken. Van via een incident kwam die statistiek op tafel. En dan zag je dat een honderdtal mensen, iets meer, enorm vaak naar de huisarts gingen en naar de spoedeisende hulp. Toen hebben ze vervolgens die statistieken, ook dat kwam min of meer toevallig tot stand, met de politiestatistieken vergeleken. Bleken dezelfde mensen te zijn. Toen hebben ze daar een sociaal programma opgezet om deze mensen te gaan bezoeken. Om te kijken wat nou de achterliggende, onderliggende, uw punt, de sociale problematiek was. Binnen no time zag je het aantal doktersbezoeken naar beneden gaan. De SIH werd minder bezocht, de spoedeisende hulp enzovoort. Maar leidde dat nou tot kostenverlaging? No way. Want dan krijg ik weet niet wie het zo even zijn, maar de supply-induced demand. Een huisarts of een ziekenhuis gaat echt niks minder doen. De tijd die uitgespaard wordt, die wordt, en echt niet malicieus, maar die wordt gewoon sluipend ingezet om andere patiënten meer te gaan behandelen. In plaats van een drukke avond heb je een rustige avond. Niet eens, want dus je laat de patiënt iets vaker terugkomen enzovoort. En dat gaat nogmaals niet malicieus, maar dat is een spontaan, bijna sluipend proces van het opvullen van je tijd met andere patiënten. Ja, nou, dus zo zie je dat eigenlijk elke verbetering leidt tot extra kosten bovenop de bestaande kosten. Ja, tenzij je opnieuw naar die capaciteit kijkt en zegt, hebben we wel zoveel artsen en ziekenhuizen precies nodig? Dat, want dat is natuurlijk de volgende stap. En wie moet dat gaan doen? Kijk, dan komen we toch weer bij dat punt terug. Ja, is daar niet een vorm van overheidstoezicht geboden? Nou ja, soms wel. Kijk, bij de langdurige zorg heeft de overheid domweg gezegd, we gaan capaciteit afbouwen in de sfeer van ZZP 1 tot en met 4. Een beetje technisch, maar lichte langdurige zorg. Want dat mag niet meer in het verzorgingshuis. Dat moet thuis gebeuren. In combinatie met de WMO. Dus daar zie je capaciteitsafbouw. Bij de GGZ werd zo even genoemd. Dat is een convenant geweest waar ook de capaciteit afgebouwd werd. Dus daar zie je dat de overheid terecht, denk ik wel, een zekere regie in handen neemt en er afspraken over maakt. Ja. En verzekeraars zouden dat toch echt in de curatieve zorg moeten doen. Ja, oké. Okay. Ja. Misschien toch nog even dat punt oppakkend, hè, van die medicalisering. Het is natuurlijk al mijn collega Hans Achterhuis, die het had over de markt voor welzijn en geluk. Mm-hmm. Dat doet dit ook een beetje aan denken natuurlijk. Ja. Dus je creëert eigenlijk je eigen markt. En op het moment dat geld er niet meer is, dan kan het plotseling wel. Dus je maakt mensen op een bepaalde manier ook ziek of afhankelijk. Dat is een risico. Is het denkbaar dat daar een vorm van toezicht op, even los van een kwantitatieve benadering, hè? Ja, ik denk eerlijk gezegd zelf, maar het is hardop nadenken. Hè? Ja, nee, goed. Maar dat de professionals daar gewoon buitengewoon belangrijk zijn. Ik noemde Jim van Os in de sfeer van de psychiatrie. Ik denk zomaar dat daarin meekomt, wat natuurlijk lange tijd, met name de jaren 80, 90, er is wel een kanteling in gekomen. Maar toch het idee van, je bent depressief, daartoe ben je gedetermineerd, of je hebt een angststoornis. Dat is een aandoening die je hebt enzovoort. Hè? Terwijl de dynamiek daaronder. Ja, precies, en hoe je daar als persoon zelf mee om kunt gaan. Ja. Die is door zo'n bijna stempelen, etiketering, bijna een medische aandoening, vervalt het idee dat hoe je met je eigen handicaps omgaat, hoe je met je eigen angststoornissen omgaat, hoe je met depressiviteit, wat iedereen van ons in het leven wel een keer meemaakt, hoe je daarmee omgaat, dat verdween bijna op de achtergrond, omdat het een medisch probleem met een stempel werd. Ja, die burn-out is daar min of meer een voorbeeld van. Hoe ga je daarmee om? Althans, ik zie dat als een voorbeeld, een illustratie van zo'n vraag. Je kan het medicaliseren en zeggen, je bent ziek. Je kunt ook zeggen, van misschien is arbeid wel een eigenaardig medicijn om met achteruit te spreken. Eén ding heb ik de afgelopen decennia wel geleerd. Als je complexe vraagstukken hebt en je gaat er echt met een aantal mensen gedegen over nadenken, dan kom je tot creatievere oplossingen dan vaak voorhanden zijn. Het lijkt alsof we in de zorg alleen maar kunnen kiezen voor meer. En als er een behandeling niet meer wordt vergoed, ontstaat er maatschappelijke onrust. Hoe is een keuze om niet te behandelen toch te rechtvaardigen? Ja, in de zorg geldt toch vaak wel dat less more is. En dat overbehandeling en overdiagnostiek zijn gewoon slecht voor mensen. Dat betekent niet dat wat artsen doen in de regel overbodig is. Zeker niet. Maar het is wel noodzakelijk om heel kritisch te kijken
ook als arts en als patiënt, in hoeverre in die situatie diagnostiek of behandeling inderdaad aangewezen is. Bijvoorbeeld de gesprekken, end-of-life care gesprekken met mensen, dan blijkt dat het vaak toch beter is om niet al te agressief te gaan behandelen, zowel voor de kwaliteit van leven als voor de duur van leven. Daar is Amerikaans onderzoek naar gedaan. Terwijl artsen zeggen, we hebben eigenlijk zo weinig tijd om met de patiënt te spreken over de voor- en nadelen van al dat niet diagnostiseren en behandelen. En ik denk dat ze daar gelijk in hebben en dat die tijd hen eigenlijk meer gegund zou moeten worden. En dat betekent nogal een verandering van het stelsel, want dat betekent ook dat we anders moeten gaan betalen. Dus niet alleen voor verrichtingen, maar ook voor goede begeleiding van patiënten. En dat is nu nog te onevenwichtig.